Goedenavond en welkom bij BOVEMEIS webinar Cybercrime. Het kan jou toch ook overkomen? Voordat we beginnen wil ik even wat feitjes doornemen. U heeft op uw registratieformulier of aanmeldingsformulier twee vragen gekregen. Die luiden: hoe groot acht jij de kans dat je slachtoffer wordt van cybercrime? 3% van jullie zei heel klein, 19% zei klein, 61% zei nou, niet groot, niet klein, 16% zei groot en 1% zei heel groot. De volgende vraag die jullie hebben gekregen was: hoeveel kennis heb je op het gebied van cybercrime? Helemaal geen kennis is 15%. 40% zei weinig kennis. 38%, dus samen toch al meer dan 90%, zei niet veel, niet weinig kennis. Best veel kennis was 6 en maar 1% van jullie, dat is waarschijnlijk één persoon en dezelfde die zei dat de kans heel groot is dat je gehackt wordt, heeft veel kennis. Dat is dat. Een paar wereldwijde feitjes over cybercrime. In 2019, dus dat is niet lang geleden, we zijn al een beetje een jaartje verder, duurde het gemiddeld 206 dagen voordat een hack ontdekt werd. In 2021 zal er een tekort zijn van 3,5 miljoen cybersecurity professionals. Dus als je een baan zoekt, doe het nu. Ransomware zorgt elke 5 seconden voor een nieuw slachtoffer. 92,4% van de malware komt via e-mails binnen. En 60% van de hacks zijn gericht op jullie, de MKB. Mijn naam is Michael Irish Stephenson en ik ben vanavond jullie presentator. 2 jaar geleden zaten we ook in een prachtige kantoor van BOVEMEIS over hetzelfde thema. Het feit dat we hier nu weer zitten zegt genoeg. De markt is groeiende, er gaan miljoenen in om. Het wordt ook steeds makkelijker om te hacken. Sterker nog, je hoeft geen hacker te zijn, wil je hacken. Je koopt gewoon een hack en je laat hem implementeren. Of je gaat via een wasmachine of een toaster, ik zeg maar wat extreems, via het IoT, Internet of Things, kom je overal binnen. Dus dat, het thema als ik zei is cybercrime. We hebben hier aan tafel 4 mensen, daar gaan we straks in mee spreken. We weten alles over dit thema. 1 is Douwe, Henk, Axel en Mats. Jongens, welkom allemaal. We gaan beginnen bij Douwe, heel kort. Douwe, welkom. Kan je even vertellen wie je bent? Ja, dankjewel Michael. Laat ik in ieder geval eerst beginnen dat ik het fantastisch vind dat zoveel mensen zich hebben opgegeven voor dit webinar. Want meer dan 300 deelnemers aan dit webinar vanavond. Ik denk ook, ik heb al wat voorgesprekjes gehad met de mensen hier aan tafel, maar dat ongelooflijk interessant uur gaat worden. Mijn naam is Douwe Boeienga. 10 jaar geleden heeft BOVEMEIS mij aangesteld als directeur van Enra Verzekeringen, een onderdeel van BOVEMEIS. Maar sinds dit jaar is er een soort andere organisatiestructuur neergezet en is binnen BOVEMEIS is de hele commerciële functies zijn bij elkaar gezet van alle bedrijfsonderdelen. Zoals de buitendienst, marketing, verkoopondersteuning. Okay. En een van die kolommen in die nieuwe entiteit, de commerciële pijler, dat is de MKB-pijler. Ja. Ik ben directeur MKB, dus verantwoordelijk voor de MKB-klanten van BOVEMEIS. Voor iedereen die kijkt, dus voor jullie. Waarom dit webinar? Waarom dit thema? Nou, je ziet dat het toch wel maatschappelijk steeds meer aandacht krijgt. Ja. Je ziet ook steeds meer gebeuren. Ik zie deze maand nog, volgens mij het Hof van Twente, wat nog gehackt is, de gemeente in Twente. Volgens mij was de vaccinleverancier Pfizer was geprobeerd gehackt te worden. Is dat zo? Pfizer is geprobeerd te hacken worden? Ja, dat las ik. En, het is wel een dingetje, ja. Cybercrime. Ja. En tegelijkertijd weten ook onze klanten daar echt wel te weinig vanaf. Ja. Dus het is denk ik ongelooflijk interessant om hier met de experts aan tafel te zitten om er meer over te weten te komen. Sterker nog, schaamt u zich niet? U bent, weet u, ik doe alsof ik alles begrijp en weet, maar de helft van de termen, dat is voor mij gewoon totale hocus pocus. Dus luister goed, er zitten ook veel tips in. En die gaan we ook, die gaan de sprekers jullie vertellen. Dus wat wil jij dat mensen, onze kijkers, wat ze hier gaan leren? Nou, ik hoop dat na dit uur, het komende uur, dat de deelnemers in ieder geval weten van wat voor preventieve maatregelen ze zouden kunnen nemen. Om ze toch een stukje te beschermen. Ja. In ieder geval ook ingesteld zijn van dat het hun ook kan overkomen. Want hoe groot of hoe klein je bedrijf ook is, het kan iedereen overkomen. Ja. En dat je weet wat je moet doen op het moment dat het je overkomt. Goed, dus word bewust. Zeker. Luister voor tips. Ja. En als je iets wil weten, neem contact op met BOVEMEIS. Zeker. Ja? Oké. Hartelijk dank. Douwe Boeienga. Graag gedaan.
We gaan, jullie, zoals we zeiden, vorige keer zaten we samen in de studio. Of niet in de studio, op het kantoor. Dat gaat nu helaas niet door corona. Voordeel is wel dat we A, veel meer mensen zijn. En B, jullie zitten gewoon lekker thuis in een badjas onderuit met een zak pelpinda's en een biertje. Of een koffietje en de hond aan de voeten. Dus dat is allemaal mooi. Maar het feit dat jullie thuis zijn, betekent niet dat je niet mee kan doen. We hebben een tool wat we gaan gebruiken. Dat is Buzzmaster. Dat is niet alleen een tool. Daar zit een mens aan vast. Dat is Michel Louven. Michel, wat gaan we doen? Hey, een hele goede avond. Mijn naam is Michel inderdaad van Buzzmaster en ik ben er vandaag voor jullie om ervoor te zorgen dat jullie thuis ook input kunnen geven en al die ingewikkelde termen die voorbij gaan komen, dat je daar ook vragen over kan stellen. En daar heb ik een tool voor meegenomen en die tool die heet Buzzmaster. Ik zie dat een hele hoop mensen al zijn ingelogd. Mocht je nou nog niet zijn ingelogd, pak dan even je mobiele telefoon erbij, want die mobiele telefoon die gaan we vandaag gebruiken om dat gesprek met elkaar aan te gaan. En het is eigenlijk heel simpel. Als je je telefoon hebt, ga je naar je browser, je Safari of je Google Chrome. En dan ga je naar buzzmaster.io/bovemij. En die link die staat als het goed is zometeen ook bovenaan bij jullie op het scherm. En dan zie je ook al dat een hele hoop mensen zijn ingelogd. En een hele hoop mensen die hebben al een plaatje geüpload, een selfie gemaakt. Dus doe dat ook vooral even. Mag eerst even je naam invoeren en vervolgens een plaatje kiezen die ik erin gezet heb. Of je mag een van de selfies, of je mag een selfie maken natuurlijk. Dus leuk. Buzzmaster.io/bovemij. Zie ik daar Steve Jobs? En, ja, ik heb Steve Jobs erin gezet inderdaad. Ja, wij zien het hier op het scherm. Ik zie Steve Jobs. Ik vind dat is toch mooi dat hij vanuit het hiernamaals meedoet. Steve Jobs die doet vandaag mee. Freddie Mercury heb ik er ook in gezet. Ja, die is ook beroemd voor zijn hackkwaliteiten. Ja, dat was een ster. Beyoncé, ja. Had ik er nog eentje in gezet? Het volgens mij. Mooi. Hebben we een paar vragen? Of hoe werkt dit? We gaan beginnen met een paar vragen. Ja, dus om jullie een klein beetje een idee te geven van hoe dat het werkt. En om een klein beetje te kijken wie dat er allemaal meedoet vandaag, hebben we een paar opwarmvragen, zoals ik ze even noem. Mocht je nog niet zijn ingelogd, buzzmaster.io/bovemij. En de eerste vraag, die gaat over jullie bedrijven. Het is een multiple choice vraag. Wat voor soort bedrijf heb je? Ik heb een hele lijst hier staan. Autobedrijf, carrosseriebedrijf, revisie, rijschool, truckbedrijf, motorbedrijf, aanhangwagenbedrijf, camper- en caravanbedrijf. Dat is echt een hele waslijst hoor. Ja. Auto, was- en poetsbedrijf. Er zit echt van alles tussen. Ik vind het toch altijd jammer hè, als mensen anders zeggen. Dan heb je zoveel opties. Ik zou zeggen, als er wielen onder zitten. Nee. Wat voor soort bedrijf heb je? Iets met wielen. Iets met wielen. Ja. Nou, ik zie toch wel dat voornamelijk de mensen die kijken zitten in autobedrijven. Klein deel is truck, komt van een truckbedrijf of een motorbedrijf. Aanhangwagenbedrijven ook 3% en tweewielenbedrijven 17%. Maar autobedrijven zijn toch wel zwaar vertegenwoordigd, als ik dit zo zie. Ja, mooi. Tweede vraag is een klein beetje kijken waar jullie allemaal vandaan komen. En de vraag is, waar staat jouw bedrijf of het bedrijf waar je voor werkt? Je hebt hetzelfde kaartje op je telefoon staan, dan kun je gewoon even klikken. Waar staat jouw bedrijf? Dit is ook wel weer een voordeel van een webinar. Hè? Je ziet dat mensen dan toch echt van over het hele land komen. En dat is ook wel fijn dat je dan niet vanuit Maastricht hier naartoe hoeft te rijden. Ja, dat scheelt een stukje duurzaamheid. Ook dat. Daar is het goed voor. Kijk, we hebben één Olympisch zwemmertje, zie ik. Overal vertegenwoordigd. Barry, die zit nog. Barry, kom maar aan wal, jongen. Waar staat jouw bedrijf? Op een blogplatform. Nou, mooi om te zien. Zeeland, Maastricht, net niet Maastricht, dit is boven Maastricht waar Jo vandaan Sittard. Komt. Sittard, ja. Ik heb geen idee. Maar je ziet toch dat het wel overal in het hele land... Ja, heel mooi. Mooi vertegenwoordigd. Ja, niemand Friesland. Van de eilanden. Friesland zit Friesland er ook. Zit er ook. Er zitten er twee. Hilda zit in Friesland. Die ken jij natuurlijk. Hilda Cinema. Hilda, je krijgt groeten van Henk. ga ik vervolgens een klein bruggetje maken naar een thema waar we het vandaag over gaan hebben. En het is wederom een multiple choice vraag. De vraag is, ben jij zelf al eens gehackt? Ja, ik ben gehackt helaas. Nee, ik heb geen idee. Of zeg je, nou, dat ga ik jou helemaal niet vertellen. Mag ik ervan uitgaan dat die mensen die zeggen, dat ga ik jou niet vertellen, dat dat dus een ja is? Dat lijkt mij wel. 70% nee, dat vind ik toch grappig. Daar gaan we straks op terugkomen. Ja, het kan ook zijn dat die 5%, dat ga ik je niet vertellen, eigenlijk niet durft toe te geven dat ze geen idee hebben. Dat kan. En ik denk ook dat een aardig percentage van die 66% die nee zegt, het gewoon niet weten dat ze ooit gehackt zijn. Maar je ziet toch ook dat 9% wel al ooit gehackt is. Ja, ik ben benieuwd hoe die hebben gereageerd. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat die 61% of ze zeker weten
Dat ze wel eens zijn gegeven. Ja, ja, ja. Interessant. Aantal medewerkers. Hoeveel medewerkers werken er voor jouw bedrijf? Ik heb een hele lijst hier ook wel staan. Geen personeel kan natuurlijk ook, als je zelfstandig bent. Dan heb ik 1 tot 10, 11 tot 25. En de grootste is meer dan 250. Maar ik denk niet dat we die er vandaag tussen hebben zitten. Geen personeel, 17%. Oh, toch. Meer dan 250. Komt toch geen iemand bij. Ja, mooi. De helft 1 tot 10. En 20% 11 tot 25. En daarboven worden de percentages toch wat dunner. En ook 13% zegt geen zonder personeel. Dus het zijn dan freelancers, neem ik aan, over het algemeen. Oké, okay, een mooie verspreiding. 1 tot 10 is toch wel sterk de helft. En de rest is ook wel vertegenwoordigd. Mooi. En dan wil ik nog één laatste vraag voor ik jou het woord teruggeef, Michael. Ja. Gaat over computersysteem. Ik bedoel, alles wat we doen, alles wat we hier vandaag doen, het systeem waar jullie nu mee stemmen, dat gaat ook via computersystemen. Hoe lang denk je nou zonder die computersystemen te kunnen werken? Denk je ongeveer een dag, dan moet ik ze wel weer echt hebben. Toch wel een midweek, 1 tot 5 dagen. Ik kan een week zonder of ik zou het echt niet weten. Ongeveer een dag. Eigenlijk had hij nog bij moeten staan, nog geen 5 minuten. Want ik denk zelf dat als ik nou zo ook nadenk, doe ik alles doe ik met de computer. Je backup systemen, alles. Je data. Ik denk dat we een mooie intro's hebben. Dus 80% heeft eigenlijk de hele dag door computersystemen nodig. En 9% is al ooit gehackt. Ik denk dat we vandaag werk aan de winkel hebben. Stuur vooral ook je vragen in gedurende de tafelgastgesprekken die we hier hebben. En dan zie ik je er zo terug. Ja, dankjewel Michel. Ja, wat Michel zegt, gedurende de gesprekken met de tafelgasten kunnen die dus vragen infietsen. Michel zal af en toe onderbreken als er een goede vraag is. En ook aan jullie heren. Onderbreek gewoon als je denkt dat het is relevant. Ja? Het structuur is dit. We hebben één spreker die is gehackt helaas. We gaan met hem spreken over hoe dat is gebeurd en wat eruit is gekomen. Eén iemand die gericht is op MKB en daarin specialist is in de beveiliging daarvan. En een ander die gespecialiseerd is in de zwakke plekken vinden en daar mensen op te wijzen en hoe je die ook kan dichten. We beginnen bij Axel Jansen, hij is directeur van Jazo Zevenaar BV. Axel, hoi. Goedenavond. Goedenavond. Het is een beetje jammer dat ik jou moet introduceren als zijnde slachtoffer van de hack. Ja, ik werd net als specialist geïntroduceerd. Dus, specialist. Helaas ben ik dat geworden, als slachtoffer. Ja. Ja. Maar ja, er werd ook iets gezegd over schaamte. Ik denk dat dat bij jou misschien anders ligt, anders zou je hier niet zitten. Ik heb wel mezelf voorgenomen om juist mijn ervaring te delen. Ja. Dat heb ik ook meteen gedaan naar collega-ondernemers. En ik denk dat dat toch verreweg de beste keuze is dan het in de doofpot te stoppen. Ja. En je krijgt ook wel bijval en ook hulp. Dus dat is ook wel fijn. Om te beginnen, heel kort over jouw bedrijf. Wat doe je? Wat doet jouw bedrijf? Wij zijn specialist in toegang, ventilatie en afscherming. En het bekendste product dat we hebben, dat zijn die mooie deuren met die bliksemflitsen erop. Ja, zo'n zwaar metalen. Ja, levensgevaarlijke hoge spanning, zeg maar. Ja, ja. Dus wij werken met 85 mensen en we zijn dag in dag uit voor dat soort producten bezig. Okay. Ja, dat was mijn volgende vraag. Hoe groot is jouw bedrijf? Ook relevant voor jullie thuis? Ja, we zitten in de 5% categorie, zag ik zo net van de kijkers thuis. Okay. Ja, ik denk, weet je, het is grappig. Ik denk dat sommige mensen denken, ja, ik ben een eenpitter. Ik ben niet interessant. Of, weet je, ik heb 85 mensen in dienst. Vergeleken met Shell ben ik niet interessant. Ik denk dat dat toch wat genuanceerder ligt. Hoe goed is jouw bedrijf, was jouw bedrijf, beveiligd voor online, tegen cybercrime? En we hebben daar best wel fors in geïnvesteerd toen die tijd. En ik dacht dat ik heel goed beveiligd was. Ja, ja, we hebben deze vraag geloof ik ook. Michel, klopt dat voor iedereen thuis? Ja. Jongens, dus pak je telefoon er even bij. Je hebt hem waarschijnlijk. Ik zie dat een hele hoop mensen al de telefoon erbij hebben. Er komen heel veel vragen binnen. Maar de vraag die we aan jullie hebben is: hoe goed denk je dat jouw bedrijf online beveiligd is? Heel goed. Ik denk wel redelijk. Niet zo goed. Of geen idee. Ik ben er eigenlijk niet mee bezig. Dat kan natuurlijk ook. Het is de verantwoordelijkheid van iemand anders. Grappig dit. Hoe goed is jouw bedrijf online beveiligd? Hoe goed denk je dat jouw bedrijf online beveiligd is? Jij dacht redelijk goed, hè, Axel? Ja. Oké, okay, nou ja, dus dat is een beetje in de linkercategorie misschien zelf. Ja, misschien tussen heel goed en redelijk goed. Ja. Huh? Ja. Ik ken het verhaal natuurlijk een klein beetje, dus ik denk dat het iets meer is dan redelijk. Maar we gaan even terug naar de vragen. En Axel, ook dus voor jou. Hoe gebeurde het? Wat gebeurde er?
Op vrijdagmiddag, 12 uur, eigenlijk 1 minuut over 12, een collega van ons die een mailtje openklikt, die van onze scanner was gestuurd. En hij dacht wel van, ik heb toch niks gescand, hè? Dit weet je dan allemaal achteraf. Ja. Op dat moment handel je gewoon. En hij opent die mail. Nou, er was verder ook niks interessants. Of eigenlijk was het een lege pagina die gescand was. Dus hij dacht al van, nou, dat is raar. Ja. Dus ging lekker de pauze in. En na de pauze, toen onze productie ging opstarten, dat heeft ongeveer een half uurtje geduurd, die pauze. Toen kwamen de eerste klachten binnen. Dat bepaalde bestanden niet meer bereikbaar waren. En dat tekeningen niet meer te openen waren. Nou, op dat moment kreeg onze IT'er de eerste telefoontjes van, hey, het werkt niet. Hè? Dat is dan, nou, dat werkte dan niet. Ja, ik kan er niet bij. Dus dan, nou, dan gaat dat tijd overheen. En op dat moment zagen wij dat bepaalde directories al helemaal met bepaalde files, .zepto was het bij ons, eigenlijk versleuteld waren. Ja. Nou, toen brak de blinde paniek uit. Ik was op dat moment niet op de zaak. Niet dat ik iets kon doen, hoor. Maar ik kreeg een telefoontje met de boodschap van, ja, we gaan het surfpark uitzetten. We gaan alles ontkoppelen en we gaan het uitzetten, want er gebeuren dingen en we hebben er geen grip op. Ik neem aan, met een bedrijf met 85 man heb jij een IT-afdeling. Ja. Dat is het. Dus zodra zij zagen dat het versleuteld was, boom. Nou, plus dat er gewoon heel veel activiteit op het netwerk was, wat zij ook dus zagen. Ja. En ze vroegen mij van, realiseer je wel wat dat betekent? Ik zei, ja, dan kunnen we niet meer werken. Ja. Dus hoe lang kan je zonder? Die vraag werd net gesteld. Ja. Ja, wij dus eigenlijk geen minuut, nee, want precies. Wij lagen per direct stil. Ja. Dus ik kwam inmiddels op de zaak en toen was men bezig met allerlei dingen te unpluggen, zeg maar. Dus computers eruit te halen, servers plat te leggen. Nou, dat was blinde paniek. Dus een van de tips, hè, je vroeg net ja, al van, tip, geef ja. die tip eens aan de kijker thuis. Heb een plan. Ja. Wij hadden geen plan. Uiteindelijk hadden we het gelukkig nog wel zo goed voor elkaar dat we iemand belden. En dat puur per toeval op mijn LinkedIn of kanaal kon ik zien van, nou, die heeft daar verstand van. En ik belde hem. Hij zei van, nou, ik neem aan dat je al pizza besteld hebt. Dus dat was een hele nuchtere opmerking. En hij kwam bij ons en we gingen eigenlijk de hele wereld over. Het was iemand van McAfee. En die kon ons goed helpen. Gaf bij ons rust. Maar het was dus toeval dat hij in jouw netwerk zat, eigenlijk. Ja, via LinkedIn ging ik op zoek en toen dacht ik van, ja, ik ken hem gewoon, dus waarom bel ik hem niet direct? Ja, precies, en hij nam ook nog op. Dus dat, ja, was, ja, ook, dat ook was echt heel veel mazzel. Maar ja, op dat moment konden wij iedereen naar huis sturen. Want, en dat was ook de boodschap van, ja, ga maar naar huis, want we konden niks. Nee. Ook een tip, op maandag krijg je dan die vraag van, ja, maar dat was toch wel betaald verlof, hè? Ja, precies. Dat wou ik jou net vragen. Daar kwam zo op terug, want ik ben geïnteresseerd niet alleen in zo'n haak. Ik kan me voorstellen dat... Die menselijke kant. Ja, precies. Het pakt je systeem, het pakt je files, dat weet je allemaal. Maar men vergeet, denk ik, wat er omheen gebeurt. De satelliet-impact daarvan. Maar daar komen we straks op. Okay. Even één ding. Jij bent gehackt. Je belt die kerel. Hij zegt, heb je pizza besteld? Ik ben een pepperoni-fan voor het volgende keer. Maar dacht jij aanvankelijk, voordat dit allemaal gebeurde, ik ben niet interessant voor hackers? Ja. Dacht je dat? Ja. En waarom? Ja, sta je niet bij stil. Nee. Wat moeten ze bij ons zoeken? Ja. Je, in eerste instantie, wij hadden ook op dat moment nog niet van ransomware gehoord. Dat was ook best wel voor ons, ja, was gewoon geheel nieuw. Ja. En kijk, dat mensen informatie stelen of wat dan ook binnen ons bedrijf, daar hadden we zoiets van, ja, daar zijn we niet echt interessant voor. Maar vooral dat ransomware effect. Ja. En dat was bij ons ook echt aan de hand. Ja. Ja, daar hadden wij nog geen minuut over nagedacht. Ga ik even naar Henk. Henk van E, directeur MKB Cybercrime in Leeuwarden? Leeuwarden. Ja. Voor de kijkers thuis. Ik zei het net al, ransomware, IoT, you name it. Kan jij in een korte zin vertellen wat ransomware is voor de kijkers, voor degenen die het niet weten? Ransomware is een manier waarop bestanden versleuteld worden. Dus dat is software die ervoor zorgt dat er een sleutel, een unieke code op bestanden wordt gezet. Met bijvoorbeeld inderdaad de extensie, hè, de naam die erachter staat. Waardoor je ook ziet welke groepering het versleuteld heeft. En dan zeggen ze, geef mij zoveel geld en dan krijg je files terug. Dan krijg je de sleutel om de bestanden te ontsleutelen. Ja. En dat doen ze ook op een heel klantvriendelijke manier overigens. Want ze hebben er ook belang bij om je zo goed mogelijk te helpen. Ik denk dat dat bij jou anders liep. Nou, wij zijn daar niet echt op ingegaan. Hè. We hebben wel dat mailtje gehad. Ja.
Weet je waar het vandaan kwam, uiteindelijk? Ja, nou, ik ga niks noemen. Nee, prima. Ik weet het niet. Nee. Maar, er werden wel suggesties gewekt in een bepaald werelddeel waar het vandaan kwam. Okay. Wij zijn er niet op ingegaan. Wij hadden zoiets van, we gaan nu kijken hoe we dit kunnen redden. Met onze contactpersoon hebben wij over de hele wereld informatie verzameld. We hebben een antivirus gekregen op dat moment. Dus we konden het redelijk containeren. Wacht even. Je bent al gehackt. Ja. Je weet er is ransomware. Je neemt contact op met die kerel. We hebben weer die pizza. Ja, dat is echt puur mazzel. Hè? Ja, maar en dan zeg je antivirus. Ja. Had je dat niet? Wij hadden een virusscanner. Ja. Maar virusscanners altijd te laat voor nieuwe virussen. Ja. Dus er zijn mogelijkheden, dus laat je daarin adviseren, zou ik haast zeggen als tip. Tip 3. Precies, wat er in de markt te koop is, zeg maar, om in ieder geval... Een virusscan is goed, hè? Ja. Maar altijd te laat. Ja. Dus om dan vervolgens de boel te herstellen, want dat was wat wij te doen, wat ons te doen stond. Gelukkig hadden wij goede backups. Wij maakten snapshots gedurende de dag. Daar zat gelukkig het virus niet in. En we konden de snapshots terugzetten. Maar dat heeft ons wel met 4 man tot zondagavond zijn we echt continu bezig geweest om alles weer terug te zetten. En toen waren we er nog niet, maar toen konden we in ieder geval ons bedrijf weer opstarten. Dus je hebt eigenlijk geluk gehad. Je bent op een vrijdag midden van de dag gehackt. Ja. Je gaat zaterdag en zondag ga je toch dicht. En maandag kan je weer het werk. Het is leuk. Wacht even, niet leuk. Maar wat wel leuk is dat er veel vragen binnenkomen. Ja, ik probeer even in te haken. Want René, nu op dit moment, kun je dit dan bijvoorbeeld voorkomen door in de cloud te werken? Dat is denk ik een vraag die Henk kan beantwoorden of Matt. Je verlaagt het risico. Ja. Dus het is, je moet altijd kijken ten opzichte van hoe heb je het nu geregeld. En als je het nu helemaal lokaal hebt, dan is de cloud een maatregel om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Kun je het helemaal uitsluiten? Nee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Universiteit Maastricht. Die had het ook alleen in de cloud toen ze gehackt waren. Hackers hadden toegang tot die manier van backup in de cloud. En die waren dus ook versleuteld. Dus dan hebben we het eigenlijk over gelaagdheid en meerdere systemen benutten. Eén slot op de deur. Als ze daar dan eenmaal achter zijn, dan ben je alsnog kwetsbaar. Het is wel beter... Vaak ten opzichte van hoeveel mensen nu werken met alleen een lokale pc in hun bedrijf. Dus de cloud, dan maak je het wel een stuk veiliger mee. Ja. En nog één laatste vraag. Want Romy die vraagt, ik hoorde dit net ook, wat is nou een snapshot wat je gemaakt had? Dat kan jij wel vertellen, hè, Axel? Nou, je maakt een foto van op dat moment jouw veranderingen, zeg maar, in jouw dataset. Ja. Hè, dus je hebt ergens een backup gemaakt en je snapshot daarna de veranderingen. En samen kan je dat weer voegen tot een backup. Dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. En tenminste, Henk, zeg ik het zo? Ja, het is vaak een snelle manier als je een bestandje kwijt bent om hem weer terug te kunnen zetten. Maar dat is het nadeel dus als die ook gehackt zijn, hè, je online faciliteiten, dan heb je problemen. Ja, we komen straks bij die gelaagdheid. Want dat is dus een tip. Ja, daar kom ik straks. Tip 4 komt er zo aan. Wat had je eerder moeten doen? Ik denk dat we onze medewerkers nog beter hadden moeten instrueren. Hè? Dus het klikken op bestandjes. Het blijkt ook dat mensen in het bedrijf eerder iets openen dan dat ze dat thuis doen. Nou, dat is wel iets wat wij daarna als propaganda van jongens, denk echt goed na wat je doet. Ja, en vooral nu iedereen thuis werkt. Ja, wij hadden ons toch eerder ook moeten laten hacken. Dus ja. Die wil ik ook graag als tip meegeven. Tip 5. Ja, we hebben dat te laat gedaan eigenlijk. Ja. Het heeft best wel wat zwakheden blootgelegd. Ondanks dat we dachten het goed voor elkaar te hebben. Daar wil ik straks nog even bij Henk op terugkomen. Maar een laatste vraag is, we hadden het in het begin over... Weet je, als je gehackt bent, dan klinkt dat zo... Je data wordt gehackt, het is je computer, het is je dit, hoe is je dat. Wat is de soft side? Wat is de menselijke kant? Wat voor side effects zijn er geweest en wat voor impact hebben die gehad? Nou ja, bij mij persoonlijk alleen al. Hè, gewoon toch wel de woede, de onmacht die je hebt op zo'n situatie. En daarnaast de mensen die dus op dat moment niet konden werken. Nou, op zich, sommigen die pakken dat heel nuchter op. En die zeggen van, nou, ik ga lekker naar huis en prima. Ja.
Maar dat heeft echt wel maanden doorgezeurd voordat we daar goede oplossingen voor hadden van hoe die uren te vergoeden. En natuurlijk zeg je van nou, we vergoeden al die uren. Maar er was productieverlies, dus er moest uiteindelijk ook weer productie ingehaald worden. Ja. Ook daar moet je dan weer afspraken over maken. Van ja, maar die overuren, ja, die wil ik wel dik betaald, komt mij niet uit. Ja. Dus ja, helaas gebeurt dat. Ja. Uiteindelijk hebben we best een heel mooi team, we zijn er wel uitgekomen. Maar dat heeft wel maanden geduurd. Plus de hoge investeringen die we daarna nog hebben moeten doen. Die dan weer persoonlijk en ook aan de organisatie vreten. Om te zorgen dat je niet 1, 2, 3 weer slachtoffer wordt van ransomware of iets dergelijks. Ja, duidelijk. Ja. Oké. Ik zie dat er ontzettend veel vragen binnen zijn gekomen. Dit is heel leuk. Ja. Ik wil nog een paar beantwoorden. Ja. Dankjewel. Axel, dank je voor je openheid. Ik denk dat dat echt belangrijk is om te doen. Dus ook voor jullie thuis, als dit gebeurt, ga vooral de hort op en ga erover praten. En zoek iemand die je kan helpen. We gaan even wat vragen over dit doen. Doe maar, Micha. Ik krijg heel veel vragen die we later ook nog gaan behandelen, maar deze wil ik toch even eruit halen. Gaan we toch even iets weg van het menselijke. We hebben heel veel ondernemers die kijken. Ja. En dan gaat het natuurlijk voor een groot deel altijd over geld. En je vertelde al dat je een aantal dagen daarmee kwijt was om het hek op te lossen, als het ware. Maar wat kost dat een ondernemer nou gemiddeld als je op deze manier gehackt wordt? En de tweede vraag, hoe lang staat het bedrijf dus stil? Ja, nou ga er maar aan staan. Ik denk dat dit heel erg ligt aan een aantal factoren. Ik kan me voorstellen dat jij niet wil vertellen wat het verlies was of wat het je gekost heeft. Nou, we hebben het bewust niet uitgerekend. Nee. Maar stel dat het op een maandag gebeurd was, daarom zei ik, wij komen redelijk goed weg en dat hangt echt per toeval aan elkaar, zeg maar. Mm. En als dit op maandag gebeurd was, dan hadden we op z'n vroegst denk ik op een donderdag weer echt weer opgestart. Ja. Nou, dan ben je gewoon dagen productie met 85 man, want we konden echt heel weinig zonder computer. Ja. Natuurlijk kan je wel iets doen. Dat kan iedereen uitrekenen met zijn eigen huurtarief wat dat dan gaat kosten. Ja, en je productieverlies, et cetera. Productieverlies, die je later ook nog weer moet halen. Ja. Ja. En dat is nog afgezien van de gevolgschade, die denk ik ook niet in een cybercrime verzekering te vatten is. Maar als jij te laat levert aan je klanten en die hebben daar weer last van, nou ja, et cetera, et cetera. Ja. En klantverlies wellicht, dus long-term verliezen. Ook dat. Ja, oké. Okay. Ik denk dat dat een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden. Ja, kijk, het ligt ook sterk aan welke maatregelen heb je genomen. Als je geen backup hebt of een backup van een maand geleden en hoe minder maatregelen je genomen hebt, des te meer kosten je hebt om de boel te herstellen. Ja, lijkt me duidelijk. Of je betaalt de ransomware, wat ook natuurlijk gebeurt. Maastricht was 2 ton, maar een gemiddelde, dat is zomaar 20.000 euro. Ja. En ze weten vaak ook precies hoeveel je kunt betalen. Ja, nee, zeker. Ja. Voor jullie thuis, al deze vragen worden ook bewaard. Dus niet alle vragen kunnen we hier beantwoorden. Het zou wel heel leuk zijn, maar dan zitten we hier morgenochtend nog, zie ik. Dus wat we gaan doen, die krijgt Bovema. En jij hebt al gevraagd of je een aantal van die vragen misschien zou kunnen krijgen. Wellicht worden die achteraf nog behandeld. Ja, jullie krijgen ook een samenvatting. Dat is goed dat je het zegt. Er is een mailtje wat morgen uitgestuurd wordt naar jullie. En daar staat van alles in, een samenvatting. Het wordt ook opgenomen. Dus ik weet niet wat Bovema daarmee gaat doen. En ik wil jullie ook even verwijzen naar bovema.nl/cyber. Waar het een en ander in staat over dit gesprek. En later zullen er ook tips aan jullie worden gegeven vanuit Bovema. Ja? Nou, Axel, hartelijk dank. Ontzettend rot voor je. Maar alles staat wel weer op de rails, heb ik begrepen. En anders zou je hier denk ik niet zitten. Klopt. Je ziet er wel rustig uit. Dus dat is goed. Blijf vooral en bemoei je met de discussie. Henk, welkom. Waar zijn we? Ja, we zijn. Ja. Ik ga even wat vragen over het typische beeld van een hacker. Ik bedoel, hier zit er een. Mogen we even de camera op Mats? Mats Dekker, de ethisch hacker. Wat een waanzinnige naam. We komen straks bij jou. Mats kan alles zijn. Is er een bepaald profiel van een hacker? Je hebt verschillende soorten hackers. Je hebt natuurlijk de geheime diensten van landen die elkaar hacken. Maar de grootste groep en waar ook veel MKB last van heeft, dat is gewoon georganiseerde criminaliteit. En dat zijn bendes die in Oost-Europa zitten, Noord-Korea, China. In dat soort landen waar ze ook vaak door de staat gesponsord worden. En die werken vanuit het buitenland, dus de pakkans is laag. En dat is de gebruikelijke tegenstander, zeg maar. Plus een groeiende groep van jongeren die ook steeds makkelijker toegang krijgt tot allerlei programma's, stoeltjes. Maar goed, daar zal Mats denk ik wat meer van laten zien.
hacken is echt kinderspel geworden. Ja. Je hoeft niet meer een WizKid te zijn en het is te bestellen op internet. Alsof je bij bol.com wat bestelt, kun je een phishing aanval bestellen. Ja, dat wou ik dus ook vragen. Het is, de markt is groeiende. Hè? Het is sterk, maar hoe sterk? Heb je daar een... Ja, nou dat vind ik lastig te zeggen. Ik kan wel zeggen van het is niet meer de vraag of je gehackt wordt, maar meer wanneer. Echt? En dat geldt of je nou klein, groot, in welke sector je zit, dat maakt eigenlijk niet uit. Hackers werken net andersom. Ja, en is het gewoon dat ze zoeken naar zwakke? Wat is het? Ik bedoel, Nou, er wordt vaak sterk geautomatiseerd gezocht naar zwakheden die bekend zijn of juist alleen nog maar bij hackers bekend zijn. Ja. Dat kan een softwarefoutje zijn in een boekhoudpakket, in een Windows-programma wat je hebt. En wat je nu ziet is ook heel veel programma's om thuis te werken. En daar wordt ook speciaal dus naar gekeken of je die kunt aanvallen. En dat gebeurt volledig geautomatiseerd. Ik kan me voorstellen nu dat iedereen thuis werkt ook. Het is zo, iedereen vraagt voor verschillende platformen. Je moet Teams hebben, dit hebben, Zoom hebben, wat hebben, dat. Je wordt er helemaal gek van. Ja. Dus ik merk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben bij mezelf, dat ik denk, ja, het zal wel, klik. Weet je? Ja, nou ja, dat is ook de menselijke geest of de brein. We zijn gemakzuchtig en dat doen we dan inderdaad. Dus en dat betekent ook dat we daarmee dus ook op linkjes klikken, omdat we bijvoorbeeld bang zijn dat we iets missen of dat een boete niet betaald is. Ja. En juist die emotie, daar maken mensen misbruik van, of hackers. Ja. En ook die gemakzucht inderdaad. Ja, precies. Wacht even. Ik wou eventjes naar Michel. Ik bedenk me net, Axel die zei iets, heb een plan. Komen we straks op terug ook. En kunnen we even naar die vraag gaan en daarna naar een vraag uit het publiek aan Henk? Aan Henk, ja zeker. Het is wederom een multiple choice vraag. Heeft jouw bedrijf nu op dit moment al een uitgebreid stappenplan in het geval dat je gehackt gaat worden? Wanneer je gehackt gaat worden? Moet ik wanneer, zeggen. Ja precies. Ja, absoluut, hebben we zeker. We hebben een beetje de grote lijnen uitgedacht wat we kunnen doen. Nog niet, maar we zijn ermee bezig. Of nee, dat hebben we niet. Laat het nog even zo staan. Laat hem even staan. Henk, als jij hier naar kijkt... Jij had het dus niet, hè? Nee, jij had het niet. Verbaast dit jou, als je hier naar kijkt? Nee, het verbaast me niet. Baart me wel zorgen. Ja. En tegelijkertijd wordt er ook vaak heel spannend over gedaan. Hè? Van een stappenplan, een noodplan. Ja. Maar het kan al een simpel A4'tje zijn met een telefoonnummer van bijvoorbeeld het LinkedIn-contact van iemand die er verstand van heeft. Tip. En je moet het misschien zo zien van stel dat je als directeur-eigenaar op vakantie bent en je partner zou het moeten overnemen. Wat voor informatie heeft ze dan nodig om aan de gang te gaan? Ja. Dus dat kan op één A4'tje, dan ben je al een heel stuk geholpen, zeg maar. En is daar een soort van, is het makkelijk om een template-protocol ergens vandaan te trekken? Ja, er zijn eindeloos veel plekken en dat zit ook in de tips achteraf. Maak een stappenplan, volgens mij op de site van MKB Nederland, maar ook... Ja, er is op heel veel plekken en die informatie wordt ook beschikbaar gesteld. Ja, oké. Het idee dat van die nerds, daar hebben we het over gehad, dat is gewoon niet meer zo. Nee, ik durf zelfs te beweren, nou misschien leg ik de lat hoog, dat jij en ik dat ook kunnen. Echt? Het is gewoon echt heel eenvoudig geworden. Zit ik in de verkeerde handel? Dat weet ik niet, Michael. Nou ja, nee, we hadden het. Nee, en dat zeg ik natuurlijk, is het onzin. Maar we hadden het over geld en hoeveel er... hoeveel het mensen kan kosten. Maar ja, weet je, ik kan me voorstellen dat als je een bank hackt of een... Volgens mij horen we dat trouwens nooit en betaalt de bank gewoon. Maar wij zijn kleine bedrijven. Deze MKB'ers, 55% was 1 tot 10 werknemers. Jij zei, je hebt 85, dus ik kan me voorstellen dat dat al iets interessanter is. Misschien denken jullie thuis, ik ben toch niet interessant? Nee, als je bedenkt hè, dat een phishingcampagne of een hack kopen of maken, dat is erg goedkoop geworden. Wat is een phishingcampagne? Dat is dat je een malware probeert te installeren bij een bedrijf bijvoorbeeld. Dus een phishing mail verstuurt. Blijf moeilijke termen, hè, hoor je? Ja, weet je, joh, ik zit ook meer te vissen. Dat is een leuke woordspeling, phishing. Maar dat is de manier waarop hackers proberen binnen te komen. Ja, ja. Maar dat kost een uur werk. En dat kost dan 50 euro, 100 euro. En als je dan bedenkt dat je vanuit het buitenland opereert... dan is dat heel snel lucratief, zeg maar. Ja. De pakkans is laag. En bedrijven zijn al snel interessant. Ik bedoel, als je...
ik verdien niet in een uur 1000 euro. Nee, maar en, massa is kassa dan. Ja, dus, absoluut. Ja, maar ja, ja. Dat is wat je ook ziet, hè, dat jongens uit Moskou verdienen 10.000 euro per dag aan dit. Hoe, wat zeg je? Ik zag net een mooie vraag voorbij komen van, ja. Dank je, die kan ik me als bedrijf zijnde laten hacken? Die staat ergens ertussen. Ja, van Bas, kan je je bedrijf laten proefhacken? Ja, een soort beveiligingscheck. Wij hebben dat gedaan, en te laat natuurlijk, achteraf, maar zeker aan te raden. Dus er zijn partijen die dat aanbieden. En volgens mij heeft Bovema nu ook een mogelijkheid. Ja. Ik zou dat zeker aanraden. Ja? Ja, dat beantwoordt dan ook meteen de vraag van René, denk ik. Is Bovema een aanspreekpunt, mocht mij dit overkomen? Dus je zou de mensen wel aanraden om dan meteen naar Bovema te bellen. Ja, nou ja, wat jij zegt, als Bovema dat heeft en dat klopt, dan zou ik dat zeker laten doen, toch? Ja, absoluut. Want daar zie je dat je gewoon 80% van de kwetsbaarheden in je systeem haal je op die manier boven water. Ja. En dat kan een oude softwareversie zijn waarvan je niet meer weet dat die er is, maar wel aan het internet gekoppeld is. Ja. De manier van wachtwoorden, hoe je die gebruikt. Dus dat is een heel aantrekkelijke manier om, Ik vond voor ons was het heel waardevol. We hebben dat van buiten naar binnen laten doen. Maar we hebben ook iemand echt gewoon binnen in ons bedrijf gezet die zijn laptop mocht inpluggen in ons netwerk. Ja. En ja, dan heb je natuurlijk al directe toegang. Maar dan nog, soms als je gewoon goed voor elkaar hebt, dan kan je niet zomaar, Wat doen. En nee, dus dat gaf ons veel tips en tricks, zeg maar, om dat te voorkomen. Want ook wij hebben stagiaires over de vloer en die vinden het netwerk super interessant. Ja, nee, precies. Ja. Voor wat jij net zei over internetverbonden dingen, even mat. IoT, voor de mensen die dat niet weten, is Internet of Things. Is waanzinnig groeiende, toch? Ja. En wat is dat eigenlijk? Nou, eigenlijk alles wat erop op het internet is aangesloten. Tegenwoordig heb je koelkasten, magnetrons, speelgoed voor kinderen waar microfoons zitten, waar camera's aan hangen. En wat gewoon niet goed beveiligd is, vaak omdat het gewoon te goedkoop is. Vanuit AliExpress, smartlampen die gewoon niet beveiligd zijn. Waardoor wat aangesloten is op het internet, waardoor je hackers weer gemakkelijk een poort binnen kunnen komen. Precies. Om in je bedrijf of in je huis mee te kunnen kijken en mee te kunnen luisteren. Dus eigenlijk elk ding wat aangesloten is een deur? Zo goed als het aangesloten is op het internet wel. Ja, dus als jij een teddybeer hebt thuis voor je dochter of zoon met een cameraatje erop, want je denkt dat is leuk, kan ik straks kijken of ze wel slapen. Zet er een wachtwoord op. Dat kunnen hackers ook zien of ze slapen. Ja, precies. Ja, dat is dus bijzonder scary. Het is vaak de ingang tot veel meer. Hè? Er zijn hacks bekend dat ze via de airco binnen zijn gekomen en uiteindelijk op het netwerk verder zijn gegaan. Langere tijd in het netwerk zitten en dan versleutelen. Maar dat begint met een airco, een camera. Dus het is niet alleen, grappig dat ze bij de camera of bij de printer kunnen. Maar er zit een heel traject vaak achter. Ik vind dit ook wel een goede vraag, hè, Michel? Ja, Henk, ik hoorde je net zeggen dat het niet de vraag is of je gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt. Maar de vraag van Marvin is, hoe maak je jezelf nou minder aantrekkelijk voor een hacker, naast uiteraard die goede beveiliging? Nou, die goede beveiliging is eigenlijk wel het belangrijkste. Dus dat je actuele software-updates hebt. Dat je over na hebt gedacht wie kan er bij welke bestanden. Dus wachtwoorden, dat je daar goed over hebt nagedacht. En dat je een plan hebt voor als het misgaat. Dat zijn wel hele belangrijke zaken. Verder kun je wel nadenken ook hoeveel informatie van jouw bedrijf of organisatie op internet te vinden is. Nog één keer. Je kan nadenken over hoeveel informatie er over je bedrijf online te vinden is? Ja, een 06-nummer kan al bijvoorbeeld interessant zijn voor een hackaanval. Of een foto van iemand die goed eruit ziet. Wie zit op welke afdeling in welk bedrijf. Maar ik kan me voorstellen dat voor veel bedrijven, je wil toch ook gevonden worden? Klopt, maar je kunt er wel over nadenken hoeveel informatie je op internet geeft. En als je er bewust van bent, dan ben je alweer een stapje verder. Dat je dus ook via die manier aangevallen kunt worden. Bijvoorbeeld, ik heb een telefoon. Ik heb een eenmansbedrijf, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is het dan aan te raden dat ik een tweede nummer neem alleen voor zakelijke dingen? Dat is een hele goede maatregel, ja. Klopt. Ja? Ja. Okay. Ja. Ik kan dit trouwens wel beamen. Wij kregen een nieuwe website en er stond ons team heel mooi op. Ja. En het stond onder Financial Controller stond erbij. En ergens stond ik ook nog. En niet kort daarna kreeg ik een mailtje van onze Financial Controller. Van, wij gaan morgen 10.000 euro overmaken naar Engeland. Ik wil nog even jouw bevestiging hebben. Op naam, zoals hij het naar mij zou schrijven. Nee, van, ook het e-mailadres klopte.
onderhuids natuurlijk niet. Maar om een idee te geven dat een teamsite, ja, we hebben hem nog steeds, maar het geeft wel mogelijkheid dat... En was dit na je hack? Of, Ja, dit was wel na ons hack. Ja, dus je was wel op je hoede. Ja. En dat gebeurt sterk geautomatiseerd. Dus ze zoeken naar die mensen op de financiële afdeling. Ze weten wie de directeur is. En dat is allemaal informatie die gebruikt kan worden. Ja, dus limiteer je de informatie die je online zet over je bedrijf. Ja. En ja, maar wat zijn er dan ook dingen die ze echt niet erop moeten zetten? 06-nummers, maar ook bijvoorbeeld hè, wat ik ook wel zie bij vacatureteksten, dat ze een hele alle computers vertellen wat ze allemaal hebben, welke systemen. Ja. En het helpt ook om bij zo'n beveiligingstest ook dat soort dingen mee te laten nemen. Van hoe goed ben je nou eigenlijk zichtbaar op internet en wat betekent dat voor het aanvalsoppervlakte? Weer een ingewikkelde term misschien van hackers. Ik wilde eigenlijk iets over termen. Dat is wel heel erg de voorkant. Ik wil deze van Tanja nog even snel erin gooien. Ik zag net bij Axel ook al heel veel vragen over cloud systemen langskomen. Ja. Tanja die zegt, is OneDrive genoeg beveiligd? Of een Google Drive? Of al die online diensten die er zijn. Dat is vooral de achterkant. Nou ja, ja en nee. Als je overal hetzelfde wachtwoord hebt, wat ik ook nog wel eens tegenkom. De toegang tot dit soort omgevingen is vaak niet goed beveiligd. Stel dat je op één laptop van je OneDrive omgeving de bestanden verwijderd hebt. Dan worden ze door OneDrive vaak ook geüpload naar andere PC's. Dus het antwoord is nee, niet per definitie is het standaard veilig. Je hebt met wachtwoorden te maken en ook de manier waarop je OneDrive hebt ingericht. Ik zou eigenlijk wel, ik ben wel benieuwd naar wachtwoorden. Die vraag hebben we niet. Hè? Of mensen thuis wachtwoorden hebben met een familielid en een geboortedatum erin. Ik durf te wedden dat 80% dat wel heeft. Of zoiets, weet je, een hondennaam of iets wat redelijk makkelijk te achterhalen is. Jij had het net over termen en moeilijke termen. Daar hebben we ook een vraag over, Michel. Dat is een stelling. Een eens-oneens stelling. Ik vind zogenaamd simpele termen, dus een aantal die we hier vandaag gehad hebben, of een VPN-verbinding, een wachtwoordkluis, backups, et cetera, vind ik stiekem best wel ingewikkeld. Zeg je ja, ik vind het best wel ingewikkeld, of nee, het lukt me wel. Dus ik vind zogenaamd simpele termen, zoals een VPN-verbinding, het ging net ook al over phishing-mails, malware heb ik voorbij horen komen, oppervlakte. Ja. Nee, wat was het? Ik wil heel graag ook toch Axel nog even complimenteren met zijn openheid over dat je gehackt bent. Dat kom ik niet zoveel tegen. Maar wat je inderdaad ziet, heel veel tips worden ook heel... Het is heel makkelijk om een wachtwoordkluis te nemen, neem VPN. Terwijl mensen dat vaak best moeilijk vinden. Ja. En dat heb ik zelf ook. Ik ben zelf manager IT geweest. En ik schaamde me ook wel om hele simpele dingen te vragen aan mijn eigen ICT helpdesk. Maar dat zie ik hier ook heel veel. Dus wees ook niet bang om hulp te vragen van hoe richt je dan VPN goed in? Of hoe richt je een wachtwoordkluis in? Het zijn allemaal niet... Ja, het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar je bent ondernemer geworden om te ondernemen. En niet om wachtwoordkluizen te installeren. Nee, precies. Ja. Maar goed, dus vindt iemand zoals Mats of zoals jij... Dat zou stap 1 moeten zijn eigenlijk. Ja, en ik wil ook graag een pleidooi houden voor MBO ICT. Dat zijn de digitale loodgieters van morgen. Of van vandaag eigenlijk al. Goed gezegd. Ik wil nog even een laatste vraag aan jou. Maar valt er niks te doen? Dan denk je nu wel, als het allemaal zo makkelijk is en zo kwetsbaar zijn. Hoe gaat dit straks? Want het gaat gewoon door. Ja, het gaat gewoon door. Wat ik al zei, het is niet de vraag of, maar meer wanneer ben je slachtoffer. En wat heb je dan geregeld om de kans te verkleinen dat je slachtoffer wordt. Dus hoe zorg je dat je wat beter beveiligd bent door allerlei maatregelen vooraf genomen te hebben. Goede wachtwoorden, actuele software die je hebt draaien. Dus die beveiliging updates die je altijd uitstelt. Nee, dat moet je niet doen, want daar zit vaak de cruciale beveiligingspleisters in, zeg maar. Ja. Hè, die je beter beschermen. En heb een plan, wat Axel ook al zei. Tip. Deze komen straks op terug. Ik zag nog een mooie over kan je voorbeelden van phishing geven? Die werd dan aan jou gesteld, Henk. Ja. Wat bij ons schering en inslag is dat er zogenaamde apparatuurleveranciers bellen van hey, wij hebben firewalls en wat hebben jullie dan voor een firewall? Nou, dat soort telefoongesprekken, dat zou ook voor mij een tip zijn, kap die gewoon af. Ja. Je hebt een eigen leverancier,
Dat werkt prima. Dat heet social engineering, als ik het niet, als ik het goed heb. Ja. Ja. Social engineering, wat is dat? Nou ja, veel phishing die maakt gebruik van social engineering. Dat is de manier waarop je als mens beïnvloed wordt door cybercriminelen, maar ook door bijvoorbeeld door reclamemakers. Als je op booking.com kijkt, dan word je verleid om toch maar te klikken, omdat je bijvoorbeeld schaarste ervaart en denkt, ik moet de laatste kamer hebben. Voorbeelden van phishing mails, waar ook social engineering gebruikt wordt. Dat is bijvoorbeeld een mail vanuit het CIB. Dat je vanuit een autoriteit benaderd wordt. Dan heb je direct paniek, tenminste ik. En denk, oh god, ik moet vast een boete betalen, laat ik dat maar snel doen. Ja. Angst is natuurlijk ook een grote manier van beïnvloeding. Je hebt natuurlijk die mails waarin ze doen alsof ze weten dat jij porno kijkt. En het gaat ook om de grote groep, dus het is ook statistiek. Dus van de 10.000 in een phishingcampagne is er altijd wel één of twee waar het relevant voor is. Ja. En zelf wil ik nog een corona thuiswerkvergoedings phishing mail maken. Want dat is een thema wat mensen ook raakt. Dus phishing mails zijn altijd gericht op emotie en dat mensen stoppen met nadenken. Maar even heel duidelijk dan, want ik vind dit wel een hele relevante vraag. En ik denk dat dit toch vaak overgeslagen wordt, social engineering. Wat kun je het beste doen ertegen? Ja, heel voorzichtig zijn? Nou, voorzichtig zijn en je bewust zijn dat het op die manieren gaat. Ja. Dus ook zorgen dat je bijvoorbeeld hebt nagedacht, wie kunnen er in je bedrijf? Heb je daarover nagedacht? Spreek je mensen aan die binnenkomen bij jouw bedrijf? En train mensen daar ook op. Ja. Dus naast die security test, zeg maar, technisch, test je mensen ook op dit soort. Je hebt ook phishing campagnes die je kunt doen om mensen te testen. Heel fijn. Oké, dankjewel. Er komen zoveel vragen binnen. We willen eigenlijk straks nog even terugkomen om een aantal vragen te beantwoorden. Super interessant. We zouden hier echt nog wel 3 uur kunnen zitten. Er komt ook straks een enquête naar jullie, niet straks, maar ik geloof morgen. Dat gaat over dit webinar. En ga nog even naar bovmi.nl/cyber. Dan gaan we naar de echte hacker, Mats Dekker. Dat is lekker. Ja, er zijn verschillende soorten hackers, dat weten jullie misschien niet, misschien ook wel. Black hat, white hat en grey hat. Black hat hacker is een niet-ethische hacker die echt voor het gewin gaat. Een grijze, een grey hat hacker die vindt alles wel aardig. En je hebt white hat hackers, oftewel ethische hackers. Daar is Mats er één van. Ja. Mats, welkom. Ja, bedankt. Vertel. Ja, nou, ik ben ethisch hacker. Ik vind het vooral interessant. Hoe werkt het nou? Hoe werkt de computer? Wat kan je er tegen doen? En hoe kan je daar mensen nou eigenlijk mee helpen? Hoe kan je zorgen dat mensen die niet de kennis hebben, toch zorgen dat zij er uiteindelijk toch iets aan hebben aan de kennis die ik heb opgebouwd in de afgelopen jaren? Ja, top. Het lijkt mij super interessant. Ik vind het allemaal toch wel hocus pocus. Ik zou misschien wel heel graag willen kunnen hacken. Juist precies om wat je zegt, om die zwakheden bloot te leggen. Dus eigenlijk zou jij iemand zijn die Axel had kunnen bellen. Die jullie dus ook kunnen bellen. Is een white hat hacker. Jij hebt 2 filmpjes meegenomen. Yes, dat klopt. Okay. Ik heb eerst een filmpje meegenomen over IoT-apparaten. Hoe dat online kan worden gevonden. En hoe gemakkelijk en zonder dat je door hebt dat eigenlijk allemaal gewoon te vinden is. Nou, laten we die eens even kijken. Sodan is een zoekmachine voor apparaten aangesloten op het internet. Zoals camera's en printers. Apparaten over de hele wereld kunnen gevonden worden via deze zoekmachine. Zo ook in Nederland. Hier in Utrecht is een camera gevonden. Eens zien of we deze camera kunnen bereiken. Deze camera kan zonder wachtwoord worden bekeken. De camera staat naast een weg. Er zijn 2 camera's aangesloten op dit IP-adres. Deze camera's kunnen gemakkelijk uitgeschakeld worden. Ook printers kunnen worden gevonden via Sodan. Eens zien welke printers we kunnen vinden in Nederland. Deze printer is te bereiken zonder wachtwoord. We kunnen in het configuratiescherm komen. Soms is hier gevoelige informatie te vinden.
Ook kunnen printopdrachten worden bekeken. Eens zien of we meer printers kunnen vinden. Deze printer is ook te bereiken zonder wachtwoord. Een printer zonder wachtwoord is vaak het beginpunt voor een hacker voor een aanval. De printer wordt vaak geleverd door een IT-leverancier en heeft deze ook vaak in het beheer. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid bij zo'n hack? 3, 2, 1. Ongelooflijk. Ik denk dat je wel hiermee laat zien hoe makkelijk het is om binnen te komen. Showdown is volgens mij gewoon, daar kan ik naartoe. Ja, dat is openbare data. Daar kan iedereen inloggen. Met de account kan je wel weer meer zoeken, maar iedereen kan eigenlijk hiermee gewoon kijken naar camera's die openbaar zijn. En dat is gewoon legaal? Ja, nou ja, het is een beetje een grijs gebied, denk ik. Want je gaat niet per se inbreken, alleen je bent niet bevoegd om er te gaan kijken. Alleen als de poorten openstaan, dan ben je door de ramen kijken. Ja, oké, okay, maar ze kunnen jou dus ook zien in de geschiedenis en et cetera. Ja, en tenzij je een VPN gebruikt. VPN bijvoorbeeld, dat is wat achterhalen, ja. Maar... Ja, iets moeilijker. Hè? Ja. Je hebt een vraag van Gerben. Hoe lang deed je over je snelste hack? Ik denk dat we dat in je tweede filmpje zien, toch? Ik denk dat we daarin heel goed leg uit, wat wordt dat? Nou, dat is eigenlijk een phishingcampagne waar Henk net ook al over had. Er wordt een groep mensen gevist, daar wordt een mail naartoe gestuurd. Ik maak daarvoor een landingspagina, die maak ik na af, die kopieer ik eigenlijk. Een pagina waar je normaal gewoon inlogt, bijvoorbeeld je adminpaneel. Die download ik, die host ik op een eigen site. Iets langzamer. Ja. Dat is gesneden koek voor jou. Ja. Die plaats ik gewoon. Die worden bereikt vanuit de mail. Die wordt verstuurd. En wanneer je op die link klikt, kom je op die pagina. Die lijkt gewoon 1-op-1 echt. En daar wordt je gegevens achtergelaten. En dat kan ik dan weer terugzien. En kan ik inloggen met die gegevens om eigenlijk te hacken. Laten we maar zien. En jij gaat een beetje meepraten. Ik ga het een beetje uitleggen. Oké, top. Tweede filmpje. Dit is een systeem waarin je gemakkelijk phishingcampagnes kan aanmaken. Ik maak eerst een groep aan, of ik aan mezelf. Ik kopieer een e-mail, een standaard template. Ik zoek een website op, in dit geval boven mij. Boven mij, excuses. Ik kopieer de link. Ik plak ik erin. En ik heb de website eigenlijk nagebouwd. Dan maak ik een campagne aan, stel ik in naar wie ik het wil versturen. Nou, dan is het verzonden. Dan is de mail in de mail terechtgekomen. Klik op het linkje en de webpagina lijkt precies hetzelfde, maar deze pagina is van mij. En de gegevens die hier worden achtergelaten, die kan ik weer terugvinden. En hier zie je de... Nou, oké. Mensen, ik weet niet hoe jullie, als jullie niet al bang waren door dit verhaal, maar dat jullie dit zien, in 1 minuut en 1 seconde, zo lang duurde het filmpje, heb jij een phishingcampagne opgezet. Ja. Waar je een site cloont, de landingpage cloont, de hele business. Ja. Ongelooflijk. En hier heb je geen technische kennis voor nodig? Gewoon niet? Nee, het opzetten alleen. Alleen, dat kan je ook laten doen, maar... Ja, het systeem werken, wanneer het systeem staat, daar kan iedereen gewoon in werken. Het is gewoon een content systeem. Ongelooflijk. Jij wist het natuurlijk. Wist jij dat dit zo snel ging? Zo'n site clonen niet, nee. Dat is toch scary? Hè? Sorry, je bent terug. Douwe, gezellig. Hi Douwe. Welkom terug aan tafel. We gaan nog even, ik zie een andere vraag binnenkomen. Ja, die andere vraag gaat natuurlijk over geld. Ja. Wat kost dat? Ik denk dat het antwoord sowieso is minder dan gehackt worden. Maar waar kunnen we aan denken als mensen jou zouden bedden? Dat verschilt in hoeveel printers, wat voor apparaten je hebt... Wil ik alleen testen, kijken wat het is. Maar moeten mensen denken aan een paar €100? Ja, ik denk minimaal. Ja, 1000, iets meer. 1000? Tussen de 1000 en 5000 euro. Nee. Het ligt aan de uitgebreidheid van het test en hoeveel apparaten en wat of je allemaal check. Wilt testen, zeg maar. Ja, nou ja, het is dus aan te raden. Ik bedoel, ik denk dat het money well spent is. Dit moet je absoluut doen. Ik zag nog een vraag, is die weg? Hoe zet je een wachtwoord op een printer? Ja. Dat is vaak ook een vraag die je bijvoorbeeld aan een ICT-leverancier kunt stellen. En dat zijn ook belangrijke dingen, belangrijke tippen. Ook praat met je IT-leverancier hoe hij dit soort apparaten beveiligd heeft.
Ja, ik vind dit wel een leuke van Simone. Ik heb normaal wanneer we de gasten hebben, dan ga ik kijken wie zijn dat en dat. Hij is niet vindbaar. Er staat een of ander huis ergens in het noorden op een hoek. En voor de rest zie je helemaal niks van die vent. Dus hij heeft zichzelf goed ingedekt. Maar misschien te goed, want als ze je nodig hebben, weet het toch. Je laat misschien geld liggen. Je weet het niet, dan wat. Maar ik denk ook dat dit zijn de dingen die via Beauvais mij lopen. Ja. Dus neem contact op met Beauvais mij en zorg dat je inderdaad via Douwe. Denk ik... dit soort dienstverlening organiseert. Ja, Douwe, vertel. Weet jij, kunnen ze dat doen? Jou bellen? Niet jou, maar Beauvais mij bellen. En, zeker. Als klanten daar vragen over hebben, moeten ze gelijk contact opnemen. Via hun accountmanager, via hun aanspreekpunt van Beauvais mij. En dan zorgen wij dat het op de juiste plek terechtkomt. En dat ze het adviezen kunnen krijgen die ze nodig hebben. Top, oké. Okay. Nou, er is ook een whitepaper gemaakt. Hè, dus die bevat ook al dit soort tips. Ja. En verder het ministerie van Economische Zaken. Digital Trust Center, ook dat zit in de tips. Die heeft ook veel praktische informatie over hoe je jezelf beter beschermt. En ook hoe je bijvoorbeeld zo'n crisisplan of een noodplan maakt. Die whitepaper, die is van Beauvais mee? Ja. Ja. En die is gewoon te downloaden? Zal ik het gewoon herhalen? Beauvaismij.nl/cyber? Ik weet niet of die te downloaden is, maar dat zal ongetwijfeld. Ja, hij is te downloaden. Hij is te downloaden. Er wordt geknikt door 7 mensen. Ja, nee. Ja. Eén iemand die daar staat. Dus dat is er ook. We naderen het einde, maar ik wil even terug naar de vraag voor Axel. Daar stonden ontzettend veel vragen. Ja, ik was er al een beetje doorheen aan het scrollen inderdaad. Oké. Okay. En misschien de vraag die ik er meteen even uit wil pikken gaat over als je nou je software systeem bij een externe partij... een externe partij die onderhoudt je software systeem. Ja. Hoe doe je dat dan? Ga je met die mensen in gesprek? Of hoe kun je die mensen dan? Hoe beveilig je jezelf dan? Ah. Nou, heel veel via inderdaad het gesprek met je leverancier aangaan en afspraken maken over hoe die dat beveiligd heeft. En je kunt ook eisen stellen aan je leverancier. Bijvoorbeeld door een certificering te vragen van je leverancier. En heel veel mensen denken, ach, dat zal mijn ICT-leverancier wel geregeld hebben. Maar je bent nog altijd zelf ook verantwoordelijk voor de manier waarop je beveiligd bent. Weet je, je hoort heel veel dat je zelf verantwoordelijk bent. Maar herhaling lijkt me hier ook wel belangrijk. Dat je jezelf dit gewoon echt aanleert om jezelf daar toch een beetje wegwijs in te maken. Ja, absoluut. Ja. En je ook niet te schamen, wat ik al zei, om gewoon hulp te vragen. En de meest domme vragen die je misschien denkt in je hoofd, stel ze gewoon. Want het gaat om je eigen beveiliging. En het kost veel geld als je slachtoffer wordt. De domste vraag is die je niet stelt. Hè? Absoluut, dat is, ja. Dus, en daar kan ik over meepraten. Ik heb daar zelf ook lang over gedaan om toe te geven dat ik sommige dingen niet snap. Ja, nou, oké. Okay. Ik denk, zoals ik zei, we komen aan het einde. We hebben nog één vraag, die kunnen we nu al voorzetten alsjeblieft. En we zouden die willen beantwoorden. Dat is, wat is deze? Doe maar. Ja, wat is het belangrijkste dat je nou vandaag geleerd hebt? We hebben natuurlijk heel veel voorbij horen komen over verschillende termen. Social engineering, online beveiligen, die printers een wachtwoord erop zetten. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt? Is er iets waar je misschien morgen meteen al mee aan de slag gaat? Dat wachtwoord op die printer zetten? Of al je oude wachtwoorden aanpassen? Of zorgen dat je overal een ander wachtwoord hebt. Dan hebben we het nu alleen nog over de wachtwoorden. Backups. Nou ja, een stappenplan. Misschien het verwachtingspatroon van mensen dat ze zoiets hebben van... ja, geef mij nog gewoon de tip waardoor ik gewoon niet meer gehackt word, zeg maar. Dus de ultieme Gouden beveiliging. Ja. Misschien kan Mats daar antwoord op geven, maar ik denk dat die er niet is. Je moet wel een beetje geluk hebben in het leven. Maar ik denk, er zijn wel oplossingen om het moeilijk te maken. Maar precies wat je zegt, het is wanneer je gehackt wordt, ja. Niet of. Nee, maar dat is ook een balans tussen gebruiksgemak en beveiliging. Je kunt, ik kan net als die kijker hier, heb ik ook lange tijd zitten denken van, nou geef mij nou gewoon die tip. Ja. Dan installeer ik dat, dan koop ik dat, dan doe ik dat en dan gebeurt het mij niet meer. Ja. Dat is, ik ben dat is, inmiddels achtergekomen dat dat niet lukt. Nee, ik denk ook dat die wereld te flexibel is. Die past zich te snel aan om dat te kunnen beloven ook überhaupt als bedrijf. Mats, dit is wel leuk. We doen een rondje tips. Even. Ja. Jouw gouden tip. Mijn gouden tip is denk toch wel het ervaren. Het doorlopen, de stappen van wat nou als ik word gehackt. Een phishing campagne uitvoeren. Kijken, letten je medewerkers erop? Ja, en vooral gewoon het doorheen lopen. En echt kijken welk systemen gebruik ik. Waar ben ik dicht te vinden? En ik denk gewoon echt een goede inventarisatie dat heel belangrijk is. Top.
Oké. Okay. Ja, goede, dat vind ik wel een hele goede, die goede inventarisatie. Ik denk dat veel mensen vooral niet weten wat er allemaal is. Nee, boekhoudsystemen en allemaal soorten waar je van eigenlijk niet eens weet dat je het gebruikt. Axel? Heb een plan, ook al is maar dat telefoonnummer. En ik zou aanraden om je te laten hacken. Oké, okay. Stappenplan, laten hacken. Henk. Het draaien van software-updates, zogenaamde patches, een van de belangrijkste maatregelen. En denk ik, twee-factor authenticatie, ik kan het niet laten, een ingewikkelde term. Maar het is niet ingewikkeld om te gaan doen. Er zijn praktische tips voor, zodat je veel beter beveiligd bent tegen hacks als toch je wachtwoord gelekt wordt. En offline opslaan misschien ook? En backups inderdaad, de 3-2-1 regel, dus dat je in ieder geval ook een backup offline hebt. Oké. Okay. Douwe, tip? Je mag ook gewoon zeggen, bel ons. Ja, dat is de goede tip. Ja. Nee, maar ik denk wat jij al zei, Michael, het is best wel scary. Ja. En ik hoop dat iedereen vannacht nog goed slaapt. Maar als ik dit zo zie, dan zou ik me wel... Ja, het issue is wel heel erg belangrijk om dit serieus aan te pakken. Ja. Om hier echt serieus mee bezig te zijn. En het wordt alleen maar belangrijker voor de toekomst. Ja. We zijn zo ongelooflijk afhankelijk van die hele... technologie en van de digitalisering van de wereld. Ja, ik heb, dat is een laatste feitje, ik heb ook begrepen dat er dus komend jaar iets van 30 miljard devices op het IoT gaan hangen. Dus dat is waanzinnig veel. Ja. En het is waarschijnlijk een kleine schatting. En dat zijn allemaal deurtjes. Dus bescherm jezelf goed. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop dat je wat bewuster bent van de gevaren of de potentiële gevaren. En wat je ook kan doen om jezelf daarin te helpen. Neem vooral contact op met Bovemij of iemand die je daarin kan helpen. En bescherm jezelf goed. Jij had nog iets over vertrouwen? Vertrouwen is erg belangrijk inderdaad. Dus zoek ook hulp bij partijen die je vertrouwt. Ja, logisch. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En internet draait om vertrouwen. Dus dat is een kwetsbaarheid die op ons afkomt. Ja, niet alleen internet. Hè? Veel draait op vertrouwen. Absoluut. We wensen jullie een goede avond. We hopen dat jullie genoten hebben. En we zouden willen zeggen, hopelijk niet tot volgende keer, omdat we dan allemaal beschermd zijn. Maar die kans is klein. We zien jullie volgend jaar. Dankjewel. Goedenavond.